We starten bij Dirk Huismans. Ja, Dirk, 1-0 tegen Lebeek in Alst, maar als we de kansen overlopen, dan had het er wel veel meer moeten zijn. Ik denk dat dat juist gesteld is. Hè. Als je beziet over een ganse wedstrijd, 90 minuten, denk dat we gemakkelijk 10 kansen bij elkaar gespeeld hebben. En echt niet gewoon kansen, maar echt goede kansen, open kansen. En ik denk dat dan gerechtigheid geschiet is dat je de laatste 2 minuten toch de 1-0 maakt. Want anders was dat weer een enorme domper geweest. En ja, dan hadden we er weer moeten doorkruipen met z'n allen. Maar nu deze 3 punten komen op het juiste moment. En ik denk dat deze voor de moraal enorm goed moet doen. Maar het was hard bevochten, maar ik denk dat we een schitterende wedstrijd hebben gezien. En oké, nu hebben we 3 punten en volgende week is er een andere wedstrijd. Dus andere problemen, dus we zullen er tegenaan moeten gaan. Ik denk dat je mag terugblikken op een goede wedstrijd. Hebben we vandaag de goede Dirk Huismans gezien? Ja, ik denk dat ik vandaag toch vrij degelijk in de wedstrijd zat direct. En dat ik toch een paar beslissende dingen heb kunnen laten zien. En dan zie je ook dat ik ook in de wedstrijd groei. En dat ze me ook gemakkelijker kunnen vinden en ook gemakkelijker kunnen aanspelen. En ik denk dat je toch vandaag een Huismans hebt gezien van de 80%. Dus ik weet dat ik nog beter kan. En hopelijk gaat dat week per week. En de derde periode titel komt er nu aan. En misschien ben ik juist op tijd fit. Allee, ben ik juist op tijd 100% dat ze de juiste Huismans in Volgende week gaan jullie naar Wijchmaal. Hoe gaan jullie die wedstrijd aanpakken? Ik denk dat we die wedstrijd moeten aanpakken met 100% concentratie. Zeker niet denken van we zullen hier eens even 3 punten gaan pakken. Want dan gaat hetzelfde meemaken als Bornem, denk ik. En dan weet je dat je. Dat je dus. Dan weet je dat je dus. Dan weet je dat je dus in de moeilijkheden kunt komen. En dat die jongens ook kunnen voetballen. Dus we moeten gewoon de wedstrijd aanvangen zoals we hier hebben gedaan. En proberen het voetbal te brengen. Op een moeilijk veld misschien. Maar toch, we hebben vandaag laten zien dat we kunnen voetballen. Dat we kansen kunnen creëren. En misschien voor de moraal het goed geweest dat we 4 of 5 hadden kunnen scoren. Maar ik heb er liever eentje in de 3 punten. En dat we volgende week dan misschien een doelpuntenfeest aan hebben. En we staan bij Dimitri Delcourt. Je bent ingevallen en dan op het einde die verlossende goal maken. Hoe voelde dat? Ja, als je zo kunt invallen, ik denk dat dat prachtig is natuurlijk. Zeker als je gezien de hele wedstrijd. We hebben eigenlijk wel zoveel pech gehad op de weg naar de goal. En als je dan ik denk, de laatste minuut of de laatste 2 minuten die verlossende goal kan maken, dan is dat een ontlading voor mij, maar ik denk voor iedereen. Kan je die goal nog eens beschrijven? Ik denk dat er eerst een lange bal kwam en dan, die kwam dan per ongeluk bij de papa terecht. En die doet het dan schitterend. Die pakt 2-3 man. Die kapt dan opzij. Die legt hem naar mij dan. Ik controleer hem en ik scheet hem dan in de linkerhoek binnen. Ja. En volgende week gaan jullie naar Wijchmaal. Hoe gaan jullie die wedstrijd aanpakken? Ik denk dat we hetzelfde moeten aanpakken als nu. Ik denk dat we, als we op deze elan kunnen verder shotten, ik denk dat we dan nog heel ver kunnen geraken met deze groep. Als je dat vandaag ziet, wat voor spel dat we leveren en dan toch op zo'n zwaar veld, dan denk ik dat we heel trots als groep mogen zijn op onszelf. We staan bij Dimitri van Oppen. Ja, Dimi 1-0 gewonnen, maar het heeft er lange tijd slecht uitgezien. Hè? Ja, slecht. Slecht kun je het niet noemen. Je weet, je krijgt, ik overdraaf niet, ik denk zeker 20 kansen, dat het niet meer is. En maar je voelt toch dat je die druk kunt blijven houden. En ik denk dat zo'n wedstrijd vaak al in de laatste minuut worden beslist. En je kreeg vandaag ook je 3e gele kaart. Beschrijf die fase nog eens. Ja, ik kom iets te laat, maar eigenlijk niet hard. En het was eigenlijk mijn eerste fout in heel de wedstrijd. Maar de schaats zei letterlijk, uw gezicht staat mij niet aan als ik fouten tegen jullie blaas. En daarom geeft hij mij mijn gele kaart. Ja, en dan scoor je op dan ook die winning goal. Was dat een verlossing? Maar dat is de grootste verlossing sinds weken toch al. Maar ik had tegen Dimi in de kleedkamer gezegd dat Gimveld gaat het verschil maken. Zo simpel is dat. En hij zegt oké, ik zal het doen. En het is het gekomen. Oké, bedankt Dimi.